Omdat alleen Den Uyl, die in zijn regeringsverklaring verklaard heeft dat Suriname voor 76 onafhankelijk moet worden, is voor hem belangrijk, ten koste van alles dan ook, ten koste van een bloedbad zelf, dat Suriname toch onafhankelijk moet worden. En voelt zich verkocht en verraden? Wel, verkocht en verraden. Ik voel me hiervoor misselijk. En ik walg er. Zolang ik arm minister-president van dit land ben, of voorzitter van de NPS, zal de partij nooit verraad plegen. Ook niet als meneer Lakshman daarom vraagt. A mentaliteit dat nabi. En een chef contact me. If you pleeg verraad, me pleeg in toe. Nee, Arab. Nooit van hem. En met dit begrijp was aan die boom. Mijn eenmaal gegeven woord zal ik tot de dood gestand doen. Ook aan eenmaal gegeven woord die a regering me doet ten opzichte van de Nederlandse regering. Wij hebben ons woord gegeven aan het kabinet De Uyl. Het kabinet Aaron houdt zijn woord 25 november onafhankelijk. Dat is wat u wil hebben, maar de belangrijke punten voor de bescherming van de menselijke rechten en vrijheden, voor een goede verkiezing en vrij en geheime verkiezing, enzovoorts, hebben wij voor een goede rechtelijke macht, een constitutionele hof, voor het waken van de vertrapping van de menselijke rechten. In elk geval, goede hoop heb ik dat wij een goede toekomst tegemoet kunnen gaan, mits de machtshebber inderdaad met waarachtige bedoeling het land zouden willen besturen en niet naar de macht zouden willen grijpen zoals veelal in de Zuid-Amerikaanse landen gebeurt. Orde en veiligheid gehandhaafd en gewaarborgd.